Hoi kijkers van Nederlands Even Pascal, zoals jullie kunnen zien, ik ben al een stukje verder en zoals jullie kunnen zien, ik ben begonnen met het gras. Het schiet echt nou op. Ik ga jullie in deze aflevering een paar dingetjes vragen die ik jullie best wel belangrijk vind om te vragen. Het zijn kleine projectjes, ook grote projecten heb ik. En wat jullie daarvan vinden. Maar dat doen we zo. Zoals jullie kunnen zien, de trap zit erin. Twee trappen zelfs. En wat ik net even oversloeg. Ik heb een hele aparte, vind ik zelf, deur gemaakt. Een waterdeur. Ik vind het zelf wel leuk. Ik denk dat het mooier kan. Ik kon zelf niks anders verzinnen. Als jullie dat wel weten, zet het even in de reacties. In deze video of als in de volgende video of de video hierna. Welke jullie maar willen. Ik zie ze vanzelf. Ze komen binnen. Zie je, ik antwoord als ik het wil. 9 van de 10 keer antwoord ik wel. Ik heb zoiets van je kijkers, het is je alles. Zonder kijkers, waarom doe je het dan? Wat ik heel leuk vond om te maken is zo het ruitsysteem. Met de steenslabs. Dat heb ik een beetje terug laten komen hier binnen. Heb ik het ook een beetje gedaan. Misschien doe ik het nog helemaal zo, denk het niet. En in de trap. Waar ik nou een hele vervelende fout. Waar ik echt zoiets heb van, dit had geen foutje mogen zijn. Maar, nu zie ik hem. Dit is echt een toevaller. Ik ben al heel vaak langs gelopen. Niet dat ik zie ik hem niet. Maar tijdens zo'n aflevering opnemen, dan ben je toch net iets bezig ermee. Maar ik denk dat ik hier trappetjes omheen ga maken. Ik denk dat dit echt wel gaaf gaat worden. En dan hier mooie kistwanden. Mooi verlicht is het. Volgens mij, ik denk dat het er best mooi in de nacht uitziet. Ik heb nog niet echt gekeken. Het is mooi dicht bij mijn huis. Misschien ga ik daar nog eens een keer een trap bouwen of zo. Moet je wel wat leuke dingen kopen. Als jullie daar een idee over hebben, zeg het dan even. Ik heb ook een hele hoop glas gemaakt, zoals jullie kunnen zien. Dat heb ik echt wel nodig. Ik zal even een paar raampjes met jullie samen maken. Dan moet ik het niet zo. Heb ik een bijl? Ik heb een bijl. Waarom heb ik eigenlijk zo'n enchant? Hou wel bij me. Niet logisch. Het glas zetten, hou wel bij je. Ja, een beetje apart zelfs. Wat ik jullie nog meer wil vragen in deze aflevering. Ik weet nog niet of ik het ga doen. Maar als ik het ga doen, dan wil ik het zeker met jullie erover hebben gehad. Misschien ga ik wel een soort van serietje opnemen. In scène zetten. Misschien is dat wel heel leuk. In deze wereld, denk ik dan, als ik het doe. Als jullie daar ideeën over hebben, zeg het dan even. Wat voor serie moet het worden? Eén vereist is, tot alleen het moet een verhaal zijn wat door één persoon. Dus mag één persoon kan er maar in beeld zijn. Ik heb zelf wel wat ideeën, maar ik denk dat ik die niet met jullie ga delen nog. Misschien komt er een keer een vlog. Misschien, weet niet. Ik heb al ooit vlogs gedaan, maar die heb ik allemaal verwijderd laten. Omdat ze gewoon, ze waren toch allemaal net niet. Maar wat bijvoorbeeld wel kan, mensen gastrolletjes geven. Qua praten dan. Dat er bijvoorbeeld een geest is. Of ik moet met iemand bellen. Verzin maar wat. Ik heb zelf een idee. Ik ga het nog niet met jullie over hebben. Of zal ik jullie een klein beetje vertellen. Nee. Denk het niet. Blijf dan maar gewoon mijn kanaal volgen. Abonneer. Like. Reageer. Deel. Wat je maar wil. Het mag allemaal. Zo, hebben we toch wel weer wat drama gedaan. Dan heb ik eigenlijk wel gedaan wat ik wou doen. Het is niet een hele lange aflevering. Oh ja, en trouwens ook nog eens wat. Binnenkort, dat is zeker de moeite waard om je te abonneren. Dan ga ik live. Ik had de waarschuwing gehad. Ik heb daardoor heel lang niet live gekund. Ik had het wel continu gewild. Over ruim een week. Halverwege februari, dan is dat halfjaartje is om. En dan ga ik gewoon waarschijnlijk weer meteen live. Misschien niet de eerste week. Kijk wel, ik ga gewoon een beetje oefenen. Volg dan mijn video's. Abonneer als je dat live wil zien. Tot de volgende keer. Doei.